Hallo lieve boogschutter, leuk dat je weer kijkt. Deze keer weer een weekvideo, de weekvideo voor week 19, 9 mei tot en met 15 mei. Het is een algemene reading, het kan zijn dat je niet alles kan plaatsen. Haal er vooral uit wat je nodig hebt en laten we eens gaan kijken naar jouw hoofdthema voor deze week. Wat is het hoofdthema voor jou voor deze week? Ik word waar ik het meeste aan denk. Wat ik daar vooral bij voel is dat het van belang is om uit het piekeren te gaan, om bewust te zijn met alles wat we denken dat het ook waarheid kan worden. Als we continu tegen onszelf zeggen, ik ben een mislukkeling, ja, op een gegeven moment ga je ook gedragen als een mislukkeling en ga je ook voelen als een mislukkeling. Dus het is belangrijk om goed je gedachten deze week in de gaten te houden, om juist te creëren met wat je wel wilt en wat je wel waard bent. Ook voelt het lieve boogschutter dat het belangrijk is om jezelf af en toe daar op toe te spreken. Dus ja, het is niet erg als je af en toe piekert. Neem er een momentje voor in plaats van een hele dag. We gaan eens kijken, lieve boogschutter, wat jij deze week verder kan verwachten. Wat kan jij deze week verwachten, lieve boogschutter? Ja, deze week staat echt in het thema om meer in het positieve te komen. Dus ga vooral kijken naar alles wat je denkt, alles wat je wilt. Heeft dat ook echt een zuivere bedoeling? Heeft het ook echt een positieve uitkomst? Heeft het een positief effect op jou? Het is belangrijk dat je goed gaat kijken naar wat is nou echt de bedoeling? En is het ook echt een goede en ja, te goede van mij of gaat het te kosten van mij? Dat is echt wel iets waar je deze week mee te maken gaat krijgen. Daarnaast is het belangrijk, ga de drama uit de weg. Je zit soms met jezelf in de knoop, je zit in een gevecht soms met jezelf. Maar hoe meer je daarin blijft hangen, hoe zwaarder het wordt. Zet er liefde tegenover. Ga wat meer de positiviteit in. Ga weer tot bloei komen. Kies voor vrede ook in jezelf. En dan zal je merken dat er oplossingen naar je toe komen. Oplossingen die je misschien niet verwacht of oplossingen die je over het hoofd hebt gezien. Waardoor je dus makkelijker een keuze kan maken. En ja, je krijgt echt hulp en steun vanuit boven. Dus weet dat je er niet alleen voor staat. Maar lieve boogschutter, het is echt tijd om deze week in je gevoel te komen. In plaats van alleen maar in je hoofd te zitten. Houd van jezelf. Geef jezelf de ruimte. En dan zal je merken dat er een nieuwe wereld eigenlijk voor je open gaat. Je voelt je verlicht, je voelt je vrijer. Dan kan je ook makkelijker je vleugels uitslaan. Ik ga eens kijken, lieve boogschutter, of ik een mooie boodschap nog voor je mag meegeven. Welke boodschap mag ik jou nog meegeven? Laat dingen ook wat losser. Laat dingen wat meer op zijn beloop. En wees lief en behulpzaam voor jezelf. Heb je het gevoel, bij wijze van spreken, ik heb meer liefde nodig, geef jezelf meer liefde. Heb je het gevoel, ik heb meer water nodig, geef jezelf wat meer water. Een complimentje. Het maakt niet uit wat het is. Maar wees lief voor jezelf. En wees behulpzaam voor een ander. En doe dingen vanuit gevoel. Ze zeggen vaak bijvoorbeeld. Planten hebben ook gevoel. Als we daar tegen gaan schreeuwen. Zullen ze het niet lang volhouden. Planten moet je bijvoorbeeld ook benaderen met liefde. Benaderen met wat ze nodig hebben. En zie jezelf op dit moment maar even als een plantje. Die dat allemaal nodig heeft. Lieve boogschutter. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Je kan me volgen op Facebook en Instagram. Je kan ook abonneren op dit kanaal. Laat vooral een leuke comment achter. Ik reageer altijd. Daarnaast wil ik je op attenderen dat als je een 1-op-1 reading wil, dat je die kan aanvragen via www.mediumdaphne.nl. En ook daar zijn hele leuke andere dingen. Neem vooral een kijkje. En wil jij 21 mei naar een spirituele beurs? Dat kan. In Dronten zit ik dan voor je klaar. Op Facebook staat alles over uitgelegd. Ik zou zeggen, neem even een kijkje en... Wie weet zie ik je daar en verder bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.